3 jaar is dat goed gegaan. En nu even niet, door allerlei redenen. Maar in ieder geval, ik weet dat iedereen in de organisatie ergens stinkende best heeft gedaan. Henk van Zeeuws met het slaapgebrek afgelopen dagen. Ja, dat is, in die deze periode slaap je niet zoveel. Maar ach, dat is inherent aan de functie die je uitoefent. Uiteindelijk zijn er wat spelers weggegaan die eigenlijk, waar iedereen er wel van verwacht had. Laros Duarte uiteindelijk naar Groningen, Abdou Haroui naar Sassuolo. En er is alleen Giannis Maroukas voor teruggehaald. Heel veel Sparta supporters fronsen met hun wenkbrauwen, snap jij dat? Ja, uiteraard. Ik ben net zo teleurgesteld als hun. Ja? Alleen, ik heb het nog alles aan kunnen doen. Maar hun zien niet achter de schermen wat er allemaal aan gedaan is. Maar uiteindelijk, het eindresultaat is gewoon niet goed. Klaar. Maar wat is er allemaal aan gedaan? Wat moet ik erbij voorstellen? Zit je dan iedereen te bellen? Zit je allemaal... Ja, allereerst, kijk, excuses die tellen niet in topsport. En inderdaad, ik kan nu een aantal dingen aangeven. Dat, hoe moet je zeggen... Je hebt te maken met corona, dat je niet kon scouten in het buitenland. Je hebt te maken met 6-7 clubs aan de bovenkant, die normaal gesproken hun 18 tot 24 laten lopen. Je hebt te maken met spelers die je benaderd hebt, die rond met ons zijn, maar toch op het laatste moment voor andere clubs kiezen. Dus er zijn zeker wel 50 namen de revue gepasseerd. 50? Ja, zeker. Waarvan we er zeker wel hadden verwacht dat de 6-7 spelers min of meer een jaarwoord hebben gegeven. En die ook heel graag wilden. Maar dat de clubs... op het laatste moment zeiden van, oké, dat doen we niet, want we spelen UEFA Cup, Europa Cup. En we gaan in januari pas die mensen laten gaan. Ja, daar heb je mee te maken. Ja? Doordat ook de sportieve successen van de top 6. Normaal zie je nummer 18 tot 24 bij die clubs al verdwijnen of in ieder geval speelminuten geven. Maar er is geen één club die een speler heeft laten gaan. Alleen Feyenoord met Burger. En daar hebben we alles aan gedaan om die binnen te halen. En toen waren we al helemaal akkoord met alles erop en eraan. Alleen maandagavond zeiden ze, ja, ik ga toch naar Basel, omdat ik daar sportief en financieel veel meer kan verdienen. Ja, dan ben je ook weer klaar. Maar dus dan kan ik heel veel voorbeelden geven. Maar is het dan de overtuigingskracht van Henk van Stee? Of is het wat, wat Sparta te bieden heeft? Wat is het dan waarom spelers dan wel naar Sparta willen, maar uiteindelijk niet komen? Nou, de overtuigingskracht bij Burger hoef je niet te doen, omdat die speler heeft hier al gespeeld. Die kende de club, die kende de trainer, die wist alles. Bij Burger is het puur een financiële zaak geworden. De overtuiging naar andere spelers. Ik had een prima centrumspits erbij willen halen. Mag best wel weten de naam Darvalou. Waren we ook helemaal mee akkoord. Beloftes gedaan, et cetera, et cetera. En die worden dan teruggefloten door Vitesse van ja, we doen het toch maar niet. En zo bij zijn AZ lopen er een paar spelers rond. Desalniettemin, dit is net wat ik zeg, ik kan heel veel excuses aangeven, maar die tellen niet. Wat valt jezelf dan te verwijten in dit geval? Nou ja, kijk, toen ik speler was, had ik ook beperkte kwaliteiten, maar ik deed er wel alles aan om voor mezelf. En dan achteraf kon ik me niks kwalijk nemen. Ik weet ook dat ik nu er alles maar alles aan gedaan heb. En het is alleen teleurstellend. Ja? Maar ik kan mezelf niet verwijten als spelers op het laatste moment... maar bijvoorbeeld een Belg, die had ik binnengehaald op centrale middenvelden. En die club wilde wachten tot het laatste moment dat ze een transfer kregen van 1,5 miljoen. Nou, die jongen wilde hier graag, maar hij stopt de laatste dag, is die verkocht naar een Belgische club voor 1,5 miljoen. Ja, die wij dan niet kunnen betalen. Maar mag ik daar, want je trampelt de laatste dag en dan zeggen mensen af, maar je hebt natuurlijk maanden de tijd. Ja, dat klopt, we hebben maanden de tijd, maar dat lijstje die hadden we natuurlijk al. We hebben natuurlijk 20, 30 namen. Waar en moest je toen wachten op dat je Laros Duarte en Haroui zou verkopen? Uiteraard, nou de eerste 25, laat ik het maar even zo noemen, die vielen af in de tussenliggende periode. Omdat wij toen pas in april zaten en wist niet hoe onze financiële situatie eruit zag. Dat had met name met de corona te maken, dus dat hebben we enorme impact op deze club gehad. Plus dat er onzekerheid is van gaan we Laros kopen, gaan we... Appie Haroui verkopen. Dat we in de laatste staan, met de laatste dagen, de laatste 3-4 dagen, zag je toch al helemaal echt aankomen. Nu gaat het gebeuren en ja, nou moeten we gaan bewegen. Ja, die andere 25 spelers, ja, waarvan driekwart afviel op basis dat de clubs zeggen, ze mogen niet weg. En een groep spelers die graag naar Sparta wilden komen, ja, die werden op een of andere manier kregen dusdanige aanbiedingen dat wij deze jongens niet naar binnen kunnen halen. In onze Sparta-podcast, die we wekelijks doen, we hebben nu ook een speciale over de transferperiode, wordt gezegd, Sparta is misschien wel het lachetje van de Eredivisie als het om transfers gaat, deze window.
Ja, maar dat mag. Ik vind alle kritiek die supporters hebben, vind ik gewoon terecht. Ja, en ik ben verantwoordelijk, dus ik steek de hand in mijn eigen boezem. En ik kan zoveel excuses aangeven, dat heb helemaal geen zin. Maar het lachetje, nee. Het is zo, we hebben 3 jaar hebben het prima gedaan met z'n allen. Nu zit het een beetje tegen in die transferperiode. Desalniettemin zijn voor heel veel mensen zijn we al dood en begraven. Maar ook dit jaar, en dat hebben we ook bij het begin van het seizoen duidelijk aangegeven, wordt gewoon keihard knokken. En bij de huidige groep die we nu hebben, ja, daar binnen die groep is er wel degelijk nog heel veel vertrouwen. Dus ja, met de steun dadelijk van die supporters die proberen het maximale uit en de trainers dat die het maximale uit de groep willen halen. Ja, dan denken we dat we toch nog weer kunnen stunten. En dat de mensen teleurgesteld in Henk van Stee. Ja, dat mag toch. Is het de keerzijde van het succes geweest, die 8e plek, dat elke speler nu ook een beetje in zichzelf is gaan geloven en dacht van ja, als ik een transfer moet maken, dan moet ik hem nu maken. Nou, dat klopt. We hebben een hele, hele vervelende voorbereiding gehad. Waarvan niet alle spelers gefocust waren op Sparta. En dat er toch in de kleedkamer heel veel onrust was. In die zin dat inderdaad mensen bezig waren meer met een transfer. En dat een aantal spelers, voorbeelden genoeg, die nagenoeg niet gespeeld hadden in de voorbereiding. En dat is voor Henk Vreese als trainer, is dat verschrikkelijk. Maar dat zagen wij al aankomen. En daar kan je niks tegen doen. Dat is de keerzijde van het succes die wij op dat moment hadden. En als de corona die niet had geweest, dan hadden we die spelers wellicht al veel eerder verkocht. Waardoor er ook veel meer mogelijkheden waren. En ja, ik vertik het, dat heb ik hier 3 jaar geleden bij mijn aanstelling duidelijk aangegeven. Ik ga geen vierde, vijfde rangs buitenlanders halen. Waarvan ik zeker weet, ja, dat is wel een hele grote gok. En ik denk, als je om je heen kijkt, als ik maar naar onze buren kijk, naar ADO Den Haag. Wat dat gaat opleveren op een moment als je dat toch gaat doen. Dan ga je toch met je bestaansrecht lopen gokken. En ik vind niet, en zeker in mijn functie niet, mag ik dat niet in de waagschaal brengen. Waarom heb je dan een rechtsback gehaald? Supporters denken, ja, maar we hebben toch Dirk Abels en we hebben toch Laurent Jans. Maar je schudt al nee. Het is, want ik las op jullie website dat hij de hele rechter flank kan. Ja, maar daarom, kijk, supporters, hij is van origine een rechtsback. Daar staat hij als heel goed hoog aangeschreven. Maar als je heel goed gaat verdiepen, als je dan in Wijscout en al die wedstrijden, de topwedstrijden gaat kijken, dan speelde hij gewoon als rechter, als linker aanvallende middenvelder. Ja, in de 4-4-2 aan de buitenkant. Nou, wij vinden, dat met name dat we aan de rechterkant heel schaars zijn met spelers eigenlijk. Alleen maar Mijnans loopt hij in onze formatie, in de 4-4-2 formatie. Ja, dat is te weinig. Dus dan moet je iets hebben, dan moet je een mannelijk persoon hebben die de hele rechterkant kan bestrijken. En die met name op basis van zijn instelling kan zorgen dat we resultaat boeken. Dus hij is voornamelijk gehaald voor het middenveld? Hij is absoluut gehaald voor het middenveld. Want de rechtervleugel daar hebben we al. Ja, nou, Daarom vroegen wij zo. Even over Haroui natuurlijk. Want op een gegeven moment, Nottingham Forest, hè, dat was allemaal rond. Ja. Jullie waren er mee rond. Hij wilde uiteindelijk daar toch niet naartoe. Was jij bang dat het uiteindelijk allemaal zou afketsen en dat dat geld niet in het laadje zou komen? Nou ja, de afgelopen 6 maanden werd enorm gespeculeerd over Appie Haroui. Ja, we waren al in december waren we al rond met Groningen. Voor een bedrag dat we die graag wilden hebben. Ja, daar wilde hij zelf niet naartoe. Hij wilde de EK afwachten. Had hij gelijk in. Ja, daarna kreeg je natuurlijk, of daartussenin kreeg je de corona. Ja, waar we heel veel clubs gingen afwachten. Ja, niet konden komen kijken hier. En uiteindelijk kregen we biedingen die veel te laag waren. Ja, dus we waren heel blij met Nottingham Forest. Want die gaven het bedrag wat wij graag wilden hebben. Ja, desalniettemin ging dat niet door. Ja, dan ga je toch wel even zeggen, ja, zullen we dat nou wel of gaat die niet? En kan die spelen, wil die spelen? Ja, dan krijg je onzekerheid binnen de club. Gaan we hem wel verkopen? En ja, dan begrijp ik dat heel veel supporters zeggen. Ja, maar je had toch een voorschot komen nemen op dat gebeuren. Ja, maar als we hem niet hadden verkocht en Laros niet hadden verkocht, hadden we grote financiële problemen gehad. Want hoe zit de constructie nu? Hij is verhuurd aan Sassuolo. Ja. Want Dat is een constructie, dat heb je ook met een Noah Lang bij Club Brugge. Dat heb je nu ook met Koopmijners. Ja, en dat heb je nu zelf met Iataren. Er is een bepaalde constructie in Italië. Die moeten ze zo doen dat het in de boeken wordt, geschreven dat het een lening is. Ja, een loanplayer. Maar uiteindelijk is het bij al die clubs, bij AZ, bij Sparta en waarschijnlijk ook bij PSV heel goed afgedekt dat wij altijd onze transfersom krijgen.
Ja, want wij hebben ook begrepen dat transfersommen, er wordt 3 miljoen, 3,5 miljoen euro, dat dat nog helemaal niet zeker is dat het wel binnenkomt bij Sparta, dat het veel lager ligt, maar dat het eventueel zou kunnen oplopen. Ja, maar kijk, transfersommen, ik heb ook gelezen dat wij 14 miljoen binnen hebben geharkt. Ja, ja, dat klopt niet. We hebben een kleine 10 miljoen hebben de afgelopen 3 jaar binnengehaald, maar er gaat zoveel geld af. Eigenlijk moet je vragen, wat is het netto resultaat? Nou, wat is het netto resultaat van Appie Houwe? Het netto resultaat, ik noem het richting Appie, noem ik geen transferbedragen. Nee, maar dat doe ik niet. Ik vind dat niet netjes. Dat ga ik niet doen. Dus in ieder geval het netto resultaat in zijn totaliteit is in ieder geval minder dan die 10 miljoen. Ja. Nee, desalniettemin kan deze club geen risico's nemen dat we dadelijk in dezelfde situatie zitten als Den Haag. Ja. En met Appie Houwe is het laatste moment. Dus ik had inderdaad de afgelopen 2 dagen... had ik eigenlijk officieel de financiële mogelijkheid om spelers er binnen te halen. Ja, daar zijn we waanzinnig druk mee geweest. Maar ik geef je net aan, een zondag hadden we 3 spelers binnen. En een maandag een telefoontje van, Henk, we houden ze toch hier. Ja, ja, je bent afhankelijk in deze fase. Als je kwaliteit wil halen, dan moet je gewoon huren. En dan ben je altijd afhankelijk van die clubs. Maar desalniettemin hebben wij wel al deze spelers die wij denken toegevoegde waarde voor Sparta zijn. Om die binnen te halen. En daar koopt de man van de straat niks voor. Want die willen gewoon, er moet gewoon spelers binnenkomen, linksom, rechtsom. En die begrijpen, ja Henk, we begrijpen jou. Maar de volgende dag zijn ze vergeten. Ik moet de spelers binnenhalen. Vandaar dat ik alle verantwoordelijkheid op me neem. Dat ik als technisch directeur geen excuses zal zoeken in alles en nog wat. We hebben het niet goed gedaan. Klaar, of ik heb het niet goed gedaan. En we gaan de komende periode keihard werken met deze groep om in de Eredivisie te blijven. En in ieder geval het vertrouwen binnen die groep is enorm. En als ik maar iedere keer al lopen zeuren, spelers bij, dan haal ik ook de spelers naar beneden die er wel moeten staan. Ja. Dus en bij je portemonnee is natuurlijk nu wel gevuld. Ja, we hebben wel inderdaad wat geld om te investeren. En misschien komt er in deze dagen nog wel een speler bij. Transfervrije speler. Ja, precies. Ja. En dat kan zomaar gebeuren, maar hier moet ik ook uitkijken dat ik ook weer geen beloftes maak, want dan krijg ik daar weer die boemerang terug. Ik wil toch nog heel even over Haroui, hè? Want je wil geen bedragen noemen, nou, dat respecteer ik dan, maar kan je wel bevestigen dat Sparta wel rond die 3 miljoen euro nu in kas heeft voor hem? Nou, we hebben in ieder geval een flink bedrag, een netto bedrag, ja, dat kan ik wel zeggen, maar exact de 3 miljoen. Maar meerdere miljoenen? We hebben meerdere bedragen, of in ieder geval afspraken. Ja. En of we die daadwerkelijk binnenkrijgen, dat gaat wel gebeuren. Maar niet. Dat is trouwens in heel de voetballerij. De betalingen van buitenland naar die zijn altijd in 2-3 termijnen worden die betaald. Het is nooit dat een transfer van 5 miljoen in één keer wordt betaald. Nee, maar daarom hebben we toch helderheid nu. Dan weten we in ieder geval hoe... Nogmaals, dit is gewoon voor de supporter ook niet interessant. Nou, natuurlijk wel. Als zij nu weten, Sparta heeft 3 miljoen in kas, dan kunnen we in de winterstop een goede spits halen. Nou, we hebben in ieder geval genoeg geld in kas om dadelijk spelers te halen. Maar het gaat om nu. Het gaat niet voor in de winter. In de winter is weer een andere situatie. Is het waarschijnlijk wat makkelijker. Jij wilde niet met dat geld van Haroui het risico nemen om nog 1, 2, misschien wel 3 miljoen euro uit te geven aan een spits. Waarvan je dan maar moet zien of die er nog of die goals gaat maken. Nou, maar je zegt al van, je kan wel geld hebben, maar dan moeten wel die spelers beschikbaar zijn. Ja. Want er is nog niemand, ook in jullie vak niet, en ook niet de supporters, en ook niet alle mensen omheen die gaan zeggen, die moet je halen. Want die kan je voor dat bedrag halen. Zo werkt dat niet. Ja, iedereen is in Nederland daar een spits aan zoeken. Iedereen is ook een spits, ja. Heerenveen heb ik begrepen, die heeft 10 spitsen benaderd en niemand wilde komen. Ja, ik wil niet minder zijn als Heerenveen, maar we zijn ook niet beter als Heerenveen. Zeker qua salarissen die ze moeten betalen. Ze zijn er gewoon niet. En als ze die er zijn, dan gaan ze naar het buitenland. Ja, heel simpel. Dus moeten wij het gaan doen. Het was topscorerplay, ja, met Lennart T. En onze talent Emeka, die we daar ook nog eens achter hebben. En er zullen dadelijk onherroepelijk een aantal Eurospelers doorkomen. Die misschien daadwerkelijk dadelijk iets kunnen toevoegen. Laat ze maar een verrassing zijn. Noodbreekwet, hè? Eén laatste ding nog. Heb jij nog contact gehad met Henk Vrezer? Heeft hij nog contact gehad met spelers? Of is hij daar dan te druk voor momenteel? Nee, hij is helemaal niet druk. We hebben dagelijks contact met elkaar de afgelopen dagen. En hij weet ook de problematiek. En hij wil er ook mensen bij. Maar heeft hij nog spelers benaderd, gebeld? Uiteraard, maar in dezelfde situatie. Kijk, vaak denken wij zijn hier 24 uur bezig met een grote groep mensen. En geloof mij nou maar, die mensen balen allemaal stekken, maar intern begrijpt iedereen de situatie. Ja? Ja, ik probeer het eigenlijk toch heel
uit te leggen zonder dat we naar excuses gaan zoeken. Want nogmaals, ik zeg tegen mijn jeugdopleiding ook, het interesseert niet hoe spelers doorkomen als je maar zorgt dat ze doorkomen. Nou, dat geldt voor mij precies hetzelfde. 3 jaar is dat goed gegaan. En nu even niet, door allerlei redenen. Maar in ieder geval, ik weet dat iedereen in de organisatie ergens zijn stinkende best heeft gedaan. Ja. Hopen dat iedereen fit blijft. Toch? Ja, we hebben het nog steeds 25 spelers, hè? Inclusief jeugdspelers dan. Hè? Ja. Maar hoeveel de Eredivisie waren zijn? Ja, jongens, dan compenseren we dat maar gewoon met keihard werk, toch? In Rotterdam. Ja, nou ja, ik hoop het. Ja, we gaan ervoor.